pipe will be saying that to himself, and he'll be going for the ball with real intent here. Yes. Oh, yes. Is he going to go for another one or treble 14? I think he's going to put another one in. Yes! Oh, he wants double 16 for what will be a remarkable finish! Ago now, it seems a long time ago. He can't. He's in again. 180 started at like Rod Arrington. This is amazing. It's brilliant darts, Fred. And you know, now I don't play them all and have no incentive to play. I still love the game, but when they firing at each other like that, you know, it doesn't get any better. It really doesn't. I'm going to ask you a little question in a minute, Freddy, because this lad's Dutch, and he's got another 180! Surely Van Gerwen cannot let me see a 9-dart finish on commentary. Fred, it could be the first one. You're commentating on a 9-dart, fella. I am sat 81. At the edge of my seat now, Rod. I'm ready to go. Come on, Van Gerwen! Oh, he's in for treble 19. Go on, Van Gerwen, do it well! Yeah! It's a 9-dart finish, Dutchman! What I've seen in the commentary box! Go on, Van Gerwen! And the crowd erupts! John Quinn's on his feet! Rod Barrington's wet himself! This is amazing! It is amazing! It really is incredible! Oh, yes! Rod Harrington! We have just witnessed a 9-darter! You, Freddie Flintoff, and me together! I feel privileged there, Gwynny. I feel privileged in the commentary box for one of sport's greatest achievements, a 9-dart finish. Yes. Game on. Justin Poy gaat beginnen aan de 11e leg. Hij is alle oneven legs begonnen in deze wedstrijd. En dan zou je dus verwachten dat hij wel een paar keer op voorsprong is geweest. Maar niets is minder waar. Hij werd in de eerste leg gebroken. Kwam toen wel terug tot 2-2. Dan werd in de vijfde leg weer gebroken. Nu op 5-5 staat hij weer op gelijke hoogte. En wat je dus merkt bij Wes Newton, in mijn opinie, is dat hij met name heel goed speelt als hij uit een break komt. Ook nu weer begint hij fantastisch aan de 11e leg. 180, 177. Blijft 144 over. Gisteren Michael van Gerwen. Een 9-darter in zijn partij tegen Steve Beaton. We zijn één dag verder en dit is Wes Newton op 144. Ook voor een 9-darter. En ook hij begint met triple 20. En nog één, hij mag naar dubbel 12. Wes Newton! Doet het ook! Ja, 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 ja! Twee 9-darters al op de World Matchplay van 2012. En hij zet zijn handtekening eronder. De 32e in de geschiedenis op tv.